We zijn vanochtend hier begonnen bij het hoofdpodium, bij de sessie met de Sportclub van de Toekomst. Om vervolgens naar het kenniscentrum te gaan. Daar hadden we een sessie over bestuur van de vereniging. En daarna naar de sessie inclusie. OCIVI is een project tegen racisme en discriminatie in de sport. Wij vanuit de Nederlandse Vechtsportautoriteit zijn gevraagd om te participeren binnen dit project. Ik hoop dat bezoekers geïnspireerd raken van dit project. Dat er meerdere sporten zijn die zich mee willen gaan doen aan het project. Dus ik heb het gehad over vrijwilligersmanagement en ook het feit dat er toch meer hoop is dan we denken om vrijwilligers enthousiast te maken voor de club. Wat ik de bezoekers heb meegegeven, wat echt het allerbelangrijkste is, maak echt contact met de mensen op je club. Dus ik geef wel eens als huiswerk mee, als je nou toch op de club bent, praat eens met twee leden die je nog niet kent. En dan puur uit interesse. Nou, dat wordt zo gewaardeerd door leden.